Besoekers en toeristen aan de Riversdal, maar ook de Issaquahstreek, is woensdag 15 december oudergewoonte met een vriendschappelijke padblokkade op de N2 net buiten Riversdal begroet. Motoristen en hulle passagiers het een verwelkomingspakje ontvang, terwijl leden van die verkeersdepartement licentieskuitjes, bestuurderslicenties en die motors vir padwaardigheid nagegaan het. Volgens Charles White, die SCFPA Bes streeksbestuurder Riversdal, het gesê dat hierdie groot project word jaarliks deur die Issaquah munisipaliteit verskeie departemente van hulle in samenwerking met die SCFPA, asook hulle proto en working on fire spanne geloods.